Ik ben sinds mijn geboorte al verloofd met mijn achternicht. Nu ben ik al 22 en hoor al nu twee kinderen te hebben met een vrouw samen. Er wordt op jou een hele grote druk gezet vanwege de familie. En dan neem ik een relatie met een meisje, terwijl ik aan het daten ben met jongens. Ja, ze zien het aan als ziekte gewoon. Dat doet je natuurlijk pijn omdat je niet geaccepteerd wordt om wie je bent. Ik heb mijn achternicht vertrouwen, waar ik mee ben opgegroeid. Ze kon het nog niet eens 1 of 2 weken volhouden en ging meteen naar mijn tante toe. Daar schakelde ze mijn zus in. Toen ik eenmaal terugkeerde naar huis, werd ik daar 1 week lang gevangen gehouden door mijn familie. Alle spullen die mij in contact kunnen brengen met mijn ex, hebben ze allemaal afgepakt. Als ik naar buiten wou gaan, stuurden ze mijn neven op me af dat ze mij moesten volgen. Of mijn moeder kwam persoonlijk zelf met mij om buiten te gaan wandelen. En mijn ex was heel erg ongerust geworden. Na 4 dagen dat hij niks van mij hoorde, heeft hij de politie ingeschakeld. Toen ik eenmaal terugkwam van het politiebureau, zaten al mijn omen tegenover mij. Tantes, neven, nichten, zus, schoonbroer, moeder. Ze zaten mij één voor één allemaal te bedreigen. Van als we jou nog 1 keer met die jongen samen zien, krijg je een kogel door je hoofd heen. Had een van mijn ooms een optie voor mij dat ik voor 3 maanden of zoiets op vakantie ging naar Turkije. Maar ze zeiden van, er zit daar al iemand op jou aan het wachten. Dus ze wouden mij daar uitgehuwelijken. Ik begon opeens door te draaien en te zeggen van, jullie zijn er nooit voor mij geweest en waarom bij zoiets zijn jullie er opeens wel voor mij. Maar het ging hun meer om het naamzuiveren, omdat ik met mijn geaardheid een schande voor de familie was. Je gaat ineens ontploffen. Dat emotie, dat gevoel heb je niet onder controle. Dus ik begon met spullen door de kamer heen te gooien. Ik ging gewoon door met werken, maar ik werd heel de tijd gecontroleerd door familie. Die heel de tijd naar mijn werkplek kwamen om te kijken of ik met mijn examen zou zijn. Mijn ritme was heel de dag zo, met 3 uur slaap. Elke keer als ik met mijn ex wou afspreken, zat ik heel de tijd om me heen te kijken. En als ik met hem wou afspreken, was het in een andere stad. Ik heb dat zo volgehouden, 4, 5 maanden lang. En daarna dacht ik bij mezelf, het gaat zo niet. Ik moet echt hulp inschakelen. Binnen 3 weken tijd hebben ze mij hier geholpen. In het begin zat ik in een safe house. Geheim adres, dus die mag daar niemand in ontvangen. Niemand mag weten waar je woont. Ik had in het begin echt heel veel heim mee. En ik stuurde mijn begeleider een sms van, ik kan het niet, ik wil hulp terug. Maar ja, ik was sterk genoeg om gewoon hier te blijven. Niet alleen de omgeving waar ik in zit, ik heb mezelf ook zitten observeren in de loop van de tijd wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb in mijn familie gezien dat ik altijd voor hen ben geweest, altijd voor hen heb geleefd, nooit aan mezelf heb gedacht. Ik zal nog altijd met ze blijven omgaan, maar niet zoals vroeger wat voor impact ze op mij hebben gehad, dat ik me niet zo makkelijk zal laten meeslepen door hen. Als ik mezelf ga vergelijken met de persoon die ik 2 jaar terug was, mag ik wel trots op mezelf zijn dat ik zo ver ben gekomen. Ik weet hoe ik met teleurstellingen voortaan moet omgaan. Met afwijzingen, met kritiek. Je kan niet alles zelf doen. Je hebt ook hulp nodig van anderen. Graag zou ik van mensen willen van dat ze niet alleen een luisterend oor zijn, maar ook hulp kunnen aanbieden, ook al is het maar iets kleins. Ook al is het maar een telefoontje plegen.